Anticlimax. Dat is toch wel het woord dat de grote finale van Expeditie Robinson volgens woedende kijkers op sociale media het beste beschrijft. Na een seizoen lang klagen mag het geen verrassing zijn dat ook de allerlaatste aflevering kan rekenen op bakken kritiek. Twitter loopt bijna over van kokende reacties. Slechtste finale ooit, klinkt het massaal in de comments. Voordat we verder gaan, over één ding is gelukkig wel bijna iedereen het eens, Hugo Kennis is de terechte winnaar. Goed, terug naar de beruchte finale. Die klopte dus van geen kanten. Wat is er in hemelsnaam gebeurd waardoor iedereen zo loopt te klagen? Nou, dat zat Meter natuurlijk weer in de extreem lange Love-uitzending met 20 reclameblokken tussendoor. En volgens deze kijkers viel de finaleproef ook enorm tegen. Hugo die op een gegeven moment geen speelmunitie meer heeft, terwijl dit in andere seizoenen gewoon werd aangevuld, Shirian die na 2 uur puzzelen uit het spel werd gehaald en Hugo die uiteindelijk wint nadat ook Eva Kleven haar schot tijdens een shootout mist. Anticlimax dus. Het mag zeker niet als een verrassing komen dat deze fans nog steeds en opnieuw woedend zijn. Dit seizoen kreeg al de nodige kritiek te verwerken. Meerdere keren klommen woedende fans op de barricade. Met valse proeven, rekensommen die niet kloppen, echte Robinsons die geen kans maken en een mega blunder waardoor de finalisten te vroeg bekend waren. Hebben de kijkers nog een punt ook?